En ook Peter Wijnen doet mij een open atelier hier in Maren. Bij het Vosje. Hey. Peter Wijnen bij het Vosje. Als ik het zo bekijk, dan is het nogal internationaal werk wat je levert, of niet? Ja, zie ik dat verkeerd? Ik ben door geboeid. Dat klopt, ja. Dus omdat je er interesse in hebt. Verschillende culturen. Ja. Dus je reist daar specifiek de wereld vanaf? Ik reis wel, maar niet specifiek. Ik ben niet bijvoorbeeld in Tibet geweest of in Kenia. Maar in Hongarije bijvoorbeeld, daar hebben wij een tweede huisje. Ja, ja. En daar heb ik wel wat mee. Oké. Okay. Dat ziet er levens echt uit? Ja. Zo mee gaan dansen, hè? Exposeer je ook op andere plekken? Ja, ik hang bijvoorbeeld ook in Gouda. Dat is een krantcafé aan de markt in de Gouda. Dat is wel misschien wel een tip, want het is wel een leuke stad. Gezellig. En een galerie aan de Turfmarkt. TM100, heet het. Turfmarkt 100. En de galeriehouder die mijn werk in zijn bezit heeft. En in Maarsbergen, een bedrijf verzamelpand. En zo nu en dan exposeer ik op verzoek. Eind van het jaar hang ik bijvoorbeeld in de Twee Markten in het Bovenhuis. En volgend jaar hang ik in Arnhem, in het gerechtsgebouw Arnhem. Daar is ook een ruimte waar ze mij gevraagd hebben. Zo regelmatig exposeer ik wel. Ja. Internationaal schilderen en ook nog over de provinciegrens exposeren. Ja,